I'ma take you home. I'ma take you home. I'ma take goodbye. Om te beginnen, het liedje dat je juist in mijn intro hebt gehoord, ga je nergens vinden. Want dat is een liedje van mijzelf in samenwerking met een DJ. Dus dat is mijn stem dat je hoort. Dat is ons liedje. Dus je kunt dat nog nergens krijgen. Hopelijk binnenkort wel. En ja, voor de rest ga ik nu beginnen met de vlog. Goedemorgen. Lekker eten. Oh, wentelteefjes! Gebakken broodjes. Goedemorgen! Goedemorgen! Ah, oh, eten! Yes, eerst naar het toilet, maar dan ga ik even niet filmen, tot ze biedt. Wordt fans aan. Mijn kop ziet er echt een pakje uit vandaag. Sven is er nog een afwas bezig en ik ga een eigen klaarmaken en dan gaan wij de dag beginnen, zou ik zo zeggen. Ja. Ja. Beetje opruimen op zo'n zondag. Doe het hem even zo. Kijk, ik heb een keer zien in Sukkel. Goh, je wilt niet weten hoeveel dagen ik al aan deze kutspel bezig ben. Ondertussen zit ik al aan level 45, maar ik wil 545. Je snapt wat ik bedoel. Nu kan ik hem wel hebben. Ja? Ja. Wat dat dan niet is? Dat gaat wel zijn. Oh fuck, ik had een baard zo was kut. Dat was niet eens die kleur en ik raak erdoor. Zie, weer al. Een batterij. Oh, dat doet op slaat en ga ook gewoon bij je. Oh my god. Stop. I'ma take you home. I'ma take you home. I'ma take you home. Allee. Ik kom naar mijn luier voor jou. Jij doet dit met mij. Die paar druppeltjes. Ja, litertje of zo. Ik was al een hele week door het seksje van mijn camera aan het zoeken met mijn extra batterij in. Dat was kei lastig. Omdat je dan altijd zo één batterij heel de tijd moet opladen. Terwijl ik eigenlijk 24/7 moet kunnen filmen. Dat was heel lastig. Ik heb uiteindelijk na een week een bericht gekregen van de andere Sven. Niet de Sven waar ik nu was, de andere Sven. Met het bericht van: hier ligt nog een zakje. Is dat van u? Ik zeg ja, dat is van mij. Dus ik ga dat nu even snel ophalen. En dan ga ik naar huis. Wacht, hè. Hier moet die een brillenwinkel zijn waar ik het over heb. Waar is hem? Waar is hem? Hier. Oh, je ziet dat niet van even. Die spiegel waar die vrouw naast staat. Spiegeltje aan de wand. Wie heeft de mooiste brillen normaal gezien? Maar die R is weggehaald. Billen. Ik heb de muis gefilmd. Ik herhaal, ik heb de muis gefilmd. Eindelijk na 2 fucking maanden. Als je de muis wilt zien, ga dan nu naar mijn Facebookpagina en scroll naar de video met een titel Breaking News. Oké, thank you. Sven heeft trouwens sushi besteld, dus ik kan er zo beet in rijden. En dan gaan we uit haar lekker opeten. Ik heb zin in sushi. Elke week, man, je moet dat doen. Doe dat gewoon. Je weet niet wat je mist. Barbecue. Sushi. We hebben zo'n app gevonden dat je zo je face kunt swappen. Dus dan kun je bijvoorbeeld je gezicht zoals dat van Jonas van Geel krijgen of iemand anders of elke andere bekende persoon op de wereld. En ik heb alleen geen krediet voor App Store. Dus we gaan even een echt winkelkaartje halen en dan kan ik dat downloaden. Dat betere programma ervan, want deze is eigenlijk een fucked up versie. En dan zitten wij hier heel België af te rijden voor zo'n fucking kaart. Ja. En dan blijkt dat je dat nergens in een nachtwinkel kunt kopen. Ja. Dus we moeten een supermarkt vinden. Het is 7 uur, jongen. Dat winkeltje hierachter is nog open. Dat is zo'n super, een kleine ja, supermarkt. Market, come on. Ja, oké, okay, we hebben eindelijk de winkel gevonden. Eindelijk de face wash. Kei leuk, echt waar. iTunes ticketje, hè? Oké. Okay. Yeah, oh man! En dan ben ik Will Smith. Maar dat gaat niet, ik kan dat niet, laten zien. Dat gaat niet. Jawel, doe maar. Yo man. Yo man, what's whoa, up? What up? What up man, what up? I'm Will Smith.
Will Smith, the one and only. Dus we gaan nu de attesten en ja, gewoon spuren van, niet normaal. Mogelijkheden zijn oneindig. Ja. Much more to come. Voilà, ik ga me nog een beetje bezig houden met die nieuwe app. Ja. De dag zit er weer op, hè. Heb je het woord gevonden of heb je het woord niet gevonden? Dat hebben we vandaag geleerd. Voor de 22e keer. Geen zak. Slaap wel.